voor Sharon zijn de drie genomineerden bij de keuze van de kijker. Donna Summer met MacArthur Park. Hips Don't Lie van Shakira. En Unfaithful van Rihanna. Nou, MacArthur Park van Donna Summer, die ken ik helemaal niet. En Hips Don't Lie ken ik uiteraard wel. Dat is wel leuk, als ik me niet met die hips moet gaan dingen stoppen. En Unfaithful van Rihanna is een heel mooi liedje wel. Ja, de tekst spreekt me iets minder aan, maar ja. En de winnaar is... Dat kom. Snel. Haha, MacArthur Park, dat ga je helemaal goed doen. Vooral okay. Het einde. Daarmee ga je iedereen pletteren. Richard Harris is een Ierse acteur die je misschien kent van zijn rol in de eerste Harry Potter films. Hij speelde het hoofd van de toverschool Swijnstein. Maar hij schreef ook het vreemde nummer MacArthur Park. En ik moet echt even een stukje vertalen, want het is echt een beetje vreemd. Iemand liet de taart in de regen staan en ik zal hem nu niet meer kunnen maken. En het duurde lang om die te bakken en ik zal nooit meer dat recept hebben. Het is een beetje vreemd, hè? Ja. In het Engels klinkt het misschien een stukje beter. Het was onder andere het voorstel van Ranielt van der Laan uit Oosterhout. En of het echt zo goed bij Sharon past, gaan we nu horen. Hier is Sharon! Spring was never waiting for us, dear. It ran one step ahead as we followed in the dance. MacArthur Park is melting in the dark on the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. Oh no! Birds like tender babies spark is melting in the dark, all the sweet green icing flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to make it, and I'll never have that recipe. Is het nou om zo'n liedje te leren als je het gewoon nog nooit gehoord hebt? Best lastig, ja. In één week? Ja, vooral die tekst. Dat is echt dat je denkt van waar gaat het precies over? Was ook heel moeilijk om dat te ontdekken. Maar... Het lijkt me alleen al moeilijk qua melodie. Ook, ja. Maar het is mooi. Het is een super nummer. Bedankt hoor. Bedankt. Jullie worden bedankt. Nou, dat is ook leuk. Ja. Henk. Nou, ik vond het een hele goede performance. Het optreden was goed. Ik vond het niet je beste zangprestatie. En ik vind je haar erg leuk, Sharon. Okay. Oh, het haar bevalt. Wat zei je dan? Het haar bevalt. Het haar bevalt. Oh, ja. Helemaal niet. Maar niet de beste zangperformance? Nee. Ik heb het beter horen zingen. Zeker het vorige nummer.
Oké. Okay. Ja. Marianne. Ja, ik zou zeggen, Pia Douwers mag wel een beetje oppassen. Wat een geweld. Is dat niet de eerste de beste. Wacht even. Is dat een compliment? Ik weet het niet. Dat is een compliment. Ja, ik ken hem. Ja, daarom vraagt hij het ook vals. Hoor je die hoge noot? Jouw brillenglazen zitten er nog in. Dat is echt een wonder. Maar afgezien daarvan. Het lijkt wel, Sharon, het lijkt wel alsof elk genre bij jou past. Dat is, ik vind het heel indrukwekkend. En ja, voor mij heb jij de absolute X-factor. Maar ik vind het haar minder. Oh. Al die smaken. Ja. Henk-Jan. Daar zijn ze 3 uur mee bezig geweest, omdat we helemaal te streten. Juist. Maar goed nieuws, 1 keer wassen hoorde ik van Sharon. En alle kleuren. Ja, nee, oké. Okay, ja. Heel goed. Ja, Sharon, als je artiest bent, dan is toewijding een van de allerbelangrijkste dingen. Ik ken weinig artiesten met zo'n toewijding. Inderdaad, dit nummer ken je helemaal niet. En je gaat ervoor, je zet je tanden erin en je brengt het dan ook nog eens op deze manier. Ja, ik weet niet zo goed wat ik dan nog moet zeggen. Ja, nee, blijf zo toegewijd en blijf zo van dit vak houden. Want het vak houdt ook van jou. Mooi. Fijn, is een coach. Ja. En heeft Sharon voor jou ook de X-factor? Laat het dan weten en bel naar 0909-0304. Want ze heeft altijd nog je stem nodig. Of sms Sharon naar 5656. Dit was ook het laatste nummer voor jou, Sharon. Dankjewel, Sharon! Yeah! Thank you.